Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar Alles Over Geld. Ik ben weer terug van vakantie en ik dacht, laat ik gelijk eens beginnen met een portfolio updateje. Maar dan vanaf nu, wel even op een andere manier als hoe ik dat normaal deed. Normaal liet ik gewoon alleen mijn portfolio zien. Maar nu heb ik dus vanmorgen even deze sheet gedownload op Etsy. Om de waarde van een portfolio een stuk beter in kaart te brengen. Ik denk dat het voor mezelf heel fijn gaat zijn. En ik denk ook dat het voor de kijker een stuk leuker is om te kijken, omdat je echt het proces kan zien... Zoals je ziet staat alles nu nog op nul. Dat gaan we dus in deze video even invullen voor de eerste keer. Als je nieuw bent op het kanaal, abonneer dan zeker voor meer content en klik gelijk even op die blauwe duim. Kunnen we gelijk beginnen met de video. Uiteraard staat natuurlijk alles hier in euro's. Mijn portfolio's worden niet altijd uitgedrukt in euro's en daarom moeten we dat natuurlijk ook altijd even omrekenen. Beginnen we bij de ETF's die ik op Itoro e heb. Dat is natuurlijk deze portfolio. De huidige waarde staat nu op ruim 12.000 dollar. Dus dat is wel netjes. Winst en verlies is wel een klein beetje vertekend. Want hier worden dus niet de posities. Dus niet de gesloten posities met winst meegenomen. En het dividend wordt hier ook niet bij opgeteld. Daardoor staat er nu een heel klein winstje van 1,42%. Als we dan kijken naar hoe deze portfolio is opgebouwd, bestaat hij nu nog uit 5 ETFs? Ik ben wel van plan om één van deze ETFs eruit te gaan doen wanneer de tijd. Rijp is, laat maar zeggen, dat is deze SP High Dividend ETF. Sinds dit jaar ben ik me iets meer gaan verdiepen in het hele dividend investeren en ik denk gewoon dat een High Dividend ETF niet meer goed bij mij past. Ik ben meer op zoek naar bedrijven die het dividend weten te verhogen. Dat gebeurt niet echt over het algemeen in deze High Dividend ETF. Gemiddelde yield is zo'n 4,5% per jaar. Persoonlijk denk ik dat ik een beter rendement kan maken als ik dit geld, Individueel investeer in de dividendportfolio die ik op Bucks heb. Kijken we natuurlijk deze video ook even naar. Voorlopig staat deze positie nog best wel zwaar in de min. Dus nu is het voor mij geen moment om te verkopen. Ik weet dat deze positie ook weer gaat bijtrekken. En dat wordt voor mij een moment om langzaam posities uit te schalen. Zoals je ziet staan er nu drie posities in het groen. En zo zal ik langzaam deze positie uitschalen. Voor de rest ben ik nog wel tevreden over al deze posities. Als we dan gaan kijken hoeveel het in euro-waarde is. Samen natuurlijk nu op 12.111 dollar. Pakken we even deze erbij. 12.111 dollar is 11.325 euro. Dat voeren we dan vervolgens hierin. 11.325 euro. En zo gaan we vandaag gewoon alle posities langs. Als tweede gaan we kijken naar eigenlijk mijn grootste holding op het moment. Dat is crypto. Voor crypto heb je niet echt een handige app waar je nou precies kan zien. Hoeveel je hebt geïnvesteerd. Hoeveel je gemiddelde aankoopprijs is. Dus dat hou ik eigenlijk zelf bij via een bestandje in Canva. Dat is dit bestandje. Eigenlijk mijn twee grootste posities zijn natuurlijk Bitcoin en Ethereum. Voor Bitcoin heb ik nu in de afgelopen anderhalf jaar 0,418 Bitcoin weten te accumuleren. Voor een prijs van 9700 euro. Daarmee zijn dit mijn gemiddelde aankoopprijzen in euro's en in dollars. Om de totale eurowaarde van deze bitcoin positie even te berekenen gaan we even kijken wat nu de huidige eurokoers is van bitcoin. We zitten momenteel op een huidige eurokoers van 25.000. Nou laten we zeggen 250 euro. 25.250 euro keer die 0,418 bitcoin die ik heb. Komen we uit op een eurowaarde van 10.554 euro. Die voeren we dan in hier bij de bitcoin regel. 10.554 euro. Dan heb ik natuurlijk ook nog best wel een positie in Ethereum. Daar heb ik de laatste weken weer wat meer in geïnvesteerd. Omdat daar mijn gemiddelde aankoopprijs nog lager lag dan de huidige koers. Dus was het voor mij logischer om mijn gemiddelde aankoopprijs op zo'n manier... Te verlagen. Wat betreft Ethereum heb ik er nu bijna 5 op de balans staan. 4,884. Hier gaan we natuurlijk weer even hetzelfde doen als we we net bij Bitcoin hebben gedaan. Bij Ethereum zien we dus een huidige koers van, laten we zeggen, 519 euro. 519 keer 4,884. Dan komen we op een totale waarde van 7418 euro. En dan wordt dat natuurlijk bij elkaar opgeteld en zien we dat mijn crypto holdings waar de focus op ligt nu een totale waarde hebben van 17.972 euro. En als we dan gaan kijken hoe deze posities er qua procenten voor staan, zien we dat we bij Bitcoin 9700 euro hadden geïnvesteerd. En de totale waarde is nu ongeveer 10.500 euro. Daar staan we dus in de plus. Bij Ethereum zagen we dat we 8325 euro al hadden geïnvesteerd en daar staan we dus best wel een paar procent in de min. Dat is voor mij dus ook reden om voorlopig nog even door te blijven investeren in Ethereum, zodat je die gemiddelde aankoopprijs telkens weer een paar eurotjes lager krijgt en op die manier dus steeds beter in positie komt. Dan is het nu tijd om even over te schakelen naar mijn telefoon om te gaan kijken naar de dividendaandelen op Bucks. Dan zijn we weer terechtgekomen in deze portfolio. Als we gaan kijken naar de totale waarde, staat er dus nu op 1987 euro. Deze portfolio ben ik eind mei begonnen. En zoals je kan zien is de totale winst al bijna 150 euro. Dat ziet er toch best wel lekker uit. Deze portfolio is opgebouwd uit de volgende posities. Zeven posities op het moment: ABN, AZR, een gratis aandeel Egon, ING, NN Group, Sanofi en Shell. En als we dan gaan kijken bij de totale tussenstand van deze beleggingen, zien we dat eigenlijk bijna elke positie kiet of in de plus staat. ABN staat een heel klein minnetje, maar ASR staat bijna 2% in de plus. Egon 14,5%. ING 12,5%. En N-groep ook bijna 12%. Sanofi 7%. En zelfs Shell staat 10% in de plus. En dat dan te bedenken, dat ik eigenlijk deze aandelen heb aangekocht, voor het dividend dat ze uitkeren. En als je dan ook nog eens zulke mooie waardestijgingen ziet, dan kan je daar dus eigenlijk dubbel van profiteren. Deze maand heb ik ook het dividend van ASR en Shell ontvangen. Daarvoor heb ik ook een mooie sheet gedownload, dus die dividendvideo gaat er ook net iets anders uitzien als dat ik het normaal deed. Hierdoor krijg ik dus wat dat betreft ook weer een beter inzicht. Eind van deze maand koop ik natuurlijk ook weer nieuwe dividend aandelen in deze portfolio en maak ik daar een video over. Dan kunnen we dus nu een bedrag van 1988 euro invoeren in de sheet. Dat doen we natuurlijk gelijk hier. En dan zien we dat we een totale waarde hebben van 31.285 euro. En dan zat er natuurlijk ook nog een kopje met overige. Op dit heb ik nog een paar hele kleine altcoins staan. Die nam ik normaal eigenlijk niet echt mee in mijn portfolio-updates. Maar ik denk dat het nu wel makkelijk is. Omdat ik het gewoon heel easy kan verwerken in deze sheet. Die zien er dan als volgt uit. Zoals je ziet staat er 1600 euro in deze portfolio. Maar deze posities van Bitcoin en Ethereum heb ik al meegenomen in mijn Canva sheet. Dan hebben we dus nog drie posities wat betreft de altcoins. We hebben 269 euro aan Quant. 92 euro aan Cardano. En, en 36,73 euro aan Binance Coin. Daarmee komen we op een totaal van even afgerond op euro's. 397 euro. 397 euro. En dat betekent dat we voor september dus een totaal kunnen noteren van 31.682 euro. En zo zie je die ook hier verschijnen in deze staafdiagram. De bedoeling is natuurlijk dat het iedere maand meer wordt. Ik blijf natuurlijk ook iedere maand investeren. Door eigenlijk iedere week. 75 tot 100 euro te storten op Itoro. En ook 75 tot 100 euro wekelijks te storten naar Bitcoin en Ethereum. Maandelijks doe ik zo'n 400 euro nog toevoegen aan die dividendportfolio. Dus ik probeer iedere maand in ieder geval wel 1000 euro te investeren. De afgelopen maand was ik natuurlijk op vakantie. Dus toen heb ik ietsje minder geïnvesteerd. En in november ben ik ook weg. Dus daar hou ik wel een klein beetje rekening mee. Je moet natuurlijk wel investeren met geld dat je kan missen. Dus door de maandelijkse inleg zal de portfolio waarschijnlijk langzaam stijgen. En dan is het uiteindelijk natuurlijk de bedoeling dat dat compound effect van die groeiende markten deze portfolio naar die 100k gaan sturen. Als we even gaan kijken in procenten, zitten we nu dus op ongeveer 31,5% van die 100.000. Ik vind het heel leuk om dit allemaal met jullie te delen. Als je deze video zit te kijken en je bent ook aan het investeren, laat even weten hoe jij het doet, ben ik ook heel erg benieuwd naar. Tot zover we even deze video. Bedankt voor het kijken naar alles over geld. Tot later.